nieuwe kinderen, nieuwe vrienden. Oh. Emilia. Hi. De afgelopen weken zag je hoe meer dan 100 kinderen auditie deden voor Kinderen voor Kinderen. 16 kinderen werden uitgekozen voor koor 42 en voor hen is het vandaag weer een spannende dag. Want vandaag is de eerste repetitie. Sta je al te trillen van de zenuwen, Bram? Het was super gezellig, denk ik. Oh, nou, dat is mooi. En voor Milas is het al helemaal een bijzondere dag. Want je dacht eigenlijk dat je niet door was. Nou, ik werd gebeld en mijn vader en moeder zeiden, ga even op de bank zitten, je moet een filmpje maken voor de meester. Maar en toen zeiden ze, je komt toch nog in koor 42 en toen was ik heel erg blij. Echt waar? OMG. Wat heb ik nu gedaan? Toen heb ik heel hard gegild. En hoe is zo'n nieuw koor voor de kinderen die er al wat langer bij zitten? Ja, spannend. Het is heel spannend. Ja, het is heel spannend. Ja. Iedereen is er. Ja. Ja. Denk je dat, dat je nieuwe vrienden kan gaan maken? Ja, dat is wel zeker. Vandaag is de allereerste repetitie dat we met de nieuwe koorleden gaan doen. Ja, ik vind het altijd een enorme uitdaging, want we hebben natuurlijk audities gehad. En we hebben ontzettend veel talent binnen. Maar ook dit talent moet natuurlijk nog heel erg... veel oefenen en trainen. Ja, en daar gaan we nu weer mee beginnen. Hoe vind jij het, al die nieuwe kinderen? Ja, ik vind het echt superleuk. Ja, ik heb er heel veel zin in. Yeah. Hallo! Hi! Na de nodige groepsknuffels is het dan toch echt tijd om te beginnen. Welkom allemaal! Op de eerste repetitie. Ja, we hebben, sommige kinderen hebben vorige week al gerepeteerd, maar vandaag is het de echte eerste repetitie dat we echt met het hele koor gaan beginnen. Het is wel cool, 100 nieuwe kinderen, nieuwe vrienden. Dus ja, ik vind het wel heel erg leuk. Je hebt er een beetje zin in? Ja, goed zo, dat is mooi. Ik ook. Ja, we moeten elkaar natuurlijk een beetje leren kennen. Hè? Aaron. Milas. Danilo. Noah. Ines. En jij moet een hoop nieuwe namen leren, hè? Ja. Nova, Milas, Bruzar, Santo, Emilia. Hoe doe je dat? Ja, ik heb dan zo'n lijst met alle fotootjes met de namen eronder. Olivier, Paris, JD Joy. En eigenlijk heb ik dat heel snel in mijn hoofd zitten. Saar, Santo, Vega, Emilia. Oh. Emilia. Misschien toch nog even oefenen, Michiel? Als je bij het echte Kinderen voor Kinderen koor zit, moet je er natuurlijk ook uitzien als een echt Kinderen voor Kinderen koorlid. Met een echte Kinderen voor Kinderen tas en het enige echte Kinderen voor Kinderen vest. Welke kleur zou jij kiezen? Ik zou zelf gaan voor... rood. Een zangles begint altijd met het opwarmen van de stem. La 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 la. Zo toch, jongens? Oh, oké, nou, zal ik het zingen dan aan jullie overlaten? Ja, 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 ja. Het koor wordt in kleinere groepen verdeeld en dan is het tijd om te dansen. Julia, Luca, Danilo, Gabi, Gaby, Gaby. 5, 6. Oh, Bram, je veter zit los. 5, 6, 7, 8. 9. Ik en jij, dat zijn wij. Daarom gaan we. We beginnen met het liedje van de Koningsspelers. Zij aan zij. Ja, dat is. Ik vind het een ontzettend vrolijk nummer. Ik heb het ook de hele dag in mijn hoofd. Ik kan gewoon niet stoppen met zingen. Het is gewoon zo'n. Zo'n gewoon lekker. Liedje, lekker swingliedje. En het lokt echt weer uit tot enorm bewegen. Het is ook heerlijk om te zingen. En het is echt een nummer voor iedereen. En dat vind ik zo leuk. Ik plus jij, dat is wij. Daarom staan we zij aan zij. Maakt niet uit, hier of daar. Zij aan zij met elkaar. Ik ken jij, dan maakt wij. Daarom staan we zij aan zij. Heel goed. Nou, ik weet het zeker, man. Ze zijn ook een beetje lang, die veters, hè? Hè? Maakt niet uit, hier of daar. Zij aan zij, met elkaar. Heel goed. Hoe is het dansje van zij aan zij? Ik vind het wel leuk. Aan het begin vond ik het een beetje moeilijk. Want het ging vooral heel snel. Wat vind je het leukste stukje van zij aan zij? A, B, C, D, E, F, G en de H van Happy doet ook nog mee. Oh ja, je ziet eruit alsof je het lekker warm hebt. Ja, heel veel gedanst. Wordt hard gewerkt, hè? Ja.
En terwijl het nieuwe koor 42 nog even doorgaat met repeteren, is het voor ons alweer tijd om de video af te sluiten. Take it away, Genesee! Dit was de eerste repetitie. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Doei! Doei!